Hij wil bomen planten. Heel veel bomen. Het is dé missie van voormalig plantveredelaar en bollenteler Pieter Hof. Niet omdat hij zo dol is op bos, maar omdat het massaal terugplanten van bossen volgens hem wel eens het middel zou kunnen zijn tegen het opwarmen van het klimaat. Ik heb 3 kinderen en die hopelijk krijgen die ook weer kinderen. En inmiddels is dat gebeurd. Ik denk dat als je kinderen hebt, dat je ook moet nadenken over wat is de toekomst daarvan. En kan ik een beetje bijdragen om te zorgen dat die toekomst verbeterd wordt, in ieder geval goed blijft. De zorg om het klimaat is zo groot dat Hof besluit zijn agrarisch bedrijf te verkopen. Vanaf dit moment houdt hij zich uitsluitend bezig met de vraag hoe je bomen toch kunt laten groeien in door mens gemaakte woestijngrond. Je gaat naar de dichtstbijzijnde woestijn. In ons geval was dat in Oujda, in Marokko, de Sahara. 2 uur vliegen. En daar heb ik samen met de Universiteit van Oujda ontzettend veel proeven gedaan. En uiteindelijk in 2011 hebben wij deze intelligente emmer, maar toen nog een wat ander model, op de markt gebracht. En langzamerhand is het een succes geworden. Hof bedenkt de Growbox. Een slimme emmer waarmee bomen met een fractie van het normale waterverbruik toch groeien. Juist door een minimum aan water te geven, gaat de boom in de diepere aardlagen zelf op zoek naar water. Het is eigenlijk een donut. En hier zie je de boom planten door deze donut in de grond. Ja. En hier zie je een klein lontje. En dat lontje geeft een heel klein beetje water aan de boom die dus in het midden van deze intelligente emmer is geplant. Okay. En eigenlijk is de clue dat je net voldoende geeft dat hij niet doodgaat. Als je te veel water geeft, dan gaan ook de wortels omhoog groeien, terwijl er in de toplaag van die droge gebieden geen vocht zit. Dus wat je ook wilt hebben, is dat die boom zo spoedig mogelijk, zo diep mogelijk met zijn wortels gaat. Nou, wat we dan doen, is dat we eerst de boom planten. Die boom planten we in het plantgat. Vervolgens breng je deze bladeren samen. Je zet die door het centrum van de box. En zo is eigenlijk de boom beschermd door de waterbox die er omheen staat. Ja. Die waterbox die gaan we straks vullen met water. En we gaan dan de box ingraven. De innovatie van de Growbox zit hem vooral in de veel kleinere hoeveelheid water die nodig is om een boom te laten groeien. Voor het waterverbruik van 1 boom die groeit met normale irrigatie, kunnen er met de Growbox 7500 bomen worden opgekweekt. En dat geeft ons ook zoveel moed, omdat wij denken dat als we dit op hele grote schaal doen, op deze duurzame manier, dat we dan zoveel bomen kunnen planten op de wereld, dat we daarmee uiteindelijk de concentratie van CO2 in de atmosfeer kunnen verlagen. Met bomen de opwarming te lijf gaan. Het klinkt ambitieus, maar feit is dat bomen continu CO2 uit de lucht halen en er zuurstof voor teruggeven. Die uitwisseling werkt als volgt. Bomen nemen CO2 op uit de lucht. Eenmaal in de boom wordt de CO2 afgebroken in koolstof en in zuurstof. De koolstof wordt gebruikt voor de aanmaak van hout. Het overschot gaat via de stam naar de wortels en wordt hier uitgewisseld met miljoenen schimmeldraden in de grond. Deze gebruiken de koolstof als energie. In ruil voor de koolstof leveren de schimmels zouten en mineralen terug aan de boom. De zuurstof wordt gezuiverd en via de bladeren weer afgegeven aan de lucht. Het is de makkelijkste manier om CO2 vast te leggen, zegt hoogleraar bosecologie en bosbeheer Frits Moren. Hij is enthousiast over de Growbox, juist vanwege het beperkte gebruik van water. Ik vind het een heel interessant systeem, juist omdat je eigenlijk op een hele slimme manier het waterverlies beperkt door die jonge planten en ze tegelijkertijd stimuleert om dieper te wortelen. Het opnieuw aanleggen van bossen is niet nieuw. Sterker nog, begin 20e eeuw startte er in Nederland een enorm project om de toen vaak uitgeputte woeste gronden te herbebossen. Toen is er heel veel bos bebost in Nederland, hè? Vooral hier op de Veluwe. In Brabant en in Drenthe, waar veel woeste grond was, waar destijds woeste grond genoemd werd, die helemaal uitgeboerd was eigenlijk, hè, waar veel materiaal was afgevoerd en waar eigenlijk de wind en regen vrij spel hadden. En die bodems waren heel erg gedegradeerd. En ook daar is destijds met heel veel moeite, met omgraven, met bemesting, zijn daar bossen aangelegd. Inmiddels hebben landen in het Midden-Oosten de Growbox ook ontdekt. We reizen mee met Pieter Hof naar Abu Dhabi, waar hij een prestigieuze prijs in ontvangst mag nemen voor zijn innovatieve idee. Wij hebben in de Emiraten palmen geplant. We hebben daar op hele kleine schaal, op verschillende plekjes,
50 bomen, 100 bomen, 300 bomen. We zitten bij een Royal Family waar we 50 bomen hebben geplant. En zo langzamerhand ziet men overal dat het kan werken. En ja, daardoor krijg je deze geloofwaardigheid en is die prijs ook uitgereikt. Your roots are growing round it. Ja? So these roots do not grow vertically in the ground. They keep on growing round it. So they should grow like this. We hebben ongeveer 2 miljard hectare door de mens verwoeste gronden. Man-made desert, zegt men op zijn Engels. Waar ooit bomen hebben gestaan die wij opnieuw zouden kunnen beplanten. En 2 miljard hectare bomen die ontbinden ongeveer evenveel CO2 als dat wij op dit moment door middel van fossiele brandstoffen in de atmosfeer brengen. Zo zouden wij het hele gebied planten, zou de CO2-concentratie in de atmosfeer niet meer omhoog gaan. Enerzijds moeten wij reduceren, zodat wij de concentratie minder snel omhoog brengen. En anderzijds moeten wij op heel grote schaal, wereldschaal, bomen planten, zodat wij die CO2-concentratie in de lucht zit, eruit halen. En daarmee weer verlagen naar het peil wat wij vroeger hadden. We moeten Nederland CO2-neutraal maken voor 2030. Niet 49%, maar 100%. Doe dat dan met de goedkoopste technologieën, zodat we echt zorgen dat klimaatverandering voorkomen wordt.